halfjaarcijfers en die waren beter dan de markt had verwacht. De autonome omzet, dat wil zeggen de omzet zonder bijzondere effecten als acquisities, wisselkoerseffecten, afschrijvingen, steeg met 5,7%. Dat was in 2017 4,7% geweest. Er waren vooral prijseffecten. De hoeveelheidseffect, dus het aantal verkochte hectoliters bier, steeg met 2,6%. En dat was hoger geweest in het vorige jaar, maar dat was een gevolg van een verkoopexplosie in Zuidoost-Azië, met name in Vietnam. Toen steeg de omzet daar met 19%. Nu was dat 6,3%, wat dan even goed knap is bij zo'n eerdere stijging. De omzet steeg in alle regio's, dus ook in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. De autonome operationele resultaten, EBITDA, steeg met 5,7%. Dat was 4,7% in het vorige jaar. En het was het gevolg van de hogere omzet, van een betere productmix, dat wil zeggen meer verkochte, duurdere bieren, meer premium bieren en grotere efficiëntie bij de productie. De autonome netto winst steeg met 10,5%. De gewone winst, dus zonder al die effecten, steeg met 49%. Dat kwam vooral door een afschrijving vorig jaar in de Democratische Republiek Congo. Voor 2017 verwacht Heineken meer nadelige wisselkoerseffecten, maar wel een voortdurende operationele omzet en resultaatstijging. Wij blijven positief over Heineken. Wilt u meer weten over het aandeel en over andere bedrijven? Kijk dan op onze website.